Yo boys and girls, yo boys and girls, yo boys and girls, yo boys and girls, yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we het over iets heel serieus hebben: mental health. Oké, okay. mentale gezondheid dus. Uh, we weten, we zitten allemaal, in, allee, sinds 2022 zitten wij dus met het vervelende beetje, genaamd corona, covid-19 ook wel genoemd. En uh, ja, doordat door zijn veel mensen, allee, zijn we, we thuis gebleven en ze zijn zo helemaal in een depressie geraakt. En ja, depressie dat is echt niet om mee te lachen. Uh, ik ken er genoeg mensen dat daarin zitten en nou, dat is echt niet om te lachen. Een depressie dat is iets waar je heel serieus mee moet zijn. Dus ja, een depressie het is niet om te lachen. En het enige wat ik kan zeggen: praat met mensen. Praat bijvoorbeeld met Awel. En als je met slechte gedachten zit, praat erover. Praat erover met iemand dat je vertrouwt. Praat erover met iemand dat je, ja, ga, zoek hulp. Als je echt als het echt niet meer kunt, zoek hulp. Uh, de mensen om je heen, die weten wel wat ze moeten doen. En ja, praat over je problemen. Praat over je problemen met verschillende mensen, mensen dat je vertrouwt. Praat erover. Het is het is beter dat je erover praat dan dat je het opkropt en dan, dan uh, slechte dingen gaat doen. Niemand wil dat. En uh, zoals ik altijd kan zeggen, je wordt echt graag gezien. Ook al denkt je dat, dat je niet graag gezien wordt, je wordt graag gezien. En ik weet het ook, ik heb ook zo'n periode gehad dat het echt minder ging. En toen heb ik veel steun gevonden aan mijn vrienden. Oké okay, mijn vrienden, ik heb er echt heel veel steun aan gevonden. Ik ben hun nog altijd dankbaar dat ze eigenlijk die steun hebben gegeven. En ja, mental health dat is echt een onderwerp waar we echt over moeten hebben. Het, het is niet zomaar iets. Mentale gezondheid, iedereen lacht er wel over, een mentale gezondheid, wat is dat? Mentale gezondheid matters. Mental health matters. En ja, ze doen er nogal lacherig lach, lach, lach over. Dat het echt van: ja, echt een depressie en dit en dat. Maar, je moet er niet lacherig lach over doen, want het is eigenlijk wel iets heel serieus. En, ja, een, een, een depressie, dat is echt, ik weet, ik weet hoe dat kan zijn. En, ja, nou, het is echt niet perfect om mee te leven, oké. Okay. En soms had ik het gevoel van, wat doe ik hier nog? En dat is het moment dat ik moet doorbijten. Doorbijten, doorbijten, doorbijten. Er is, is licht aan het einde van de tunnel. En dat wil ik jullie duidelijk maken, dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel. En ja, ik heb ook in zo'n periode gezeten dat ik, van, dat ik dacht van, ja, het gaat me niet af. En toen heb ik steun gevonden aan mijn beste vriend Sven. Bedankt Sven voor uh, nog eens me uh, in die periode te steunen. En ja, dat was het periode dat het uit was, alleen dat het uit was geraakt met mijn ex. En ja, die periode was echt, hoe moet ik dat zeggen? Het was echt een kakperiode voor mij. Ik heb echt dagenlang liggen gehuild. Ik heb ik heb, lang niet, ik heb lang echt slecht gegeten. En ja, dat, ik, ik wil niet dat jullie dat ook doen. Ik wil niet dat jullie mijn voorbeeld volgen, want het is echt. Niet, niet ideaal om dat eigenlijk te doen. En als er echt iets is, praat er met mensen over. echt. Het is, het is beter als je erover praat, want ja, het is echt. Als je er niet over gaat praten, dan is het echt zo van ja, wat kunnen wij doen voor te helpen? En dan, nou, ja, praten we met mensen over. Zet er snel een briefje naar, AWEL en... Ik, vooral als dergelijkheid, dit is geen gesponsorde. Geen gesponsorde video, want ik, ik heb zelf ook. Allee, ik, ik zou het zelf ook willen gedaan hebben, maar ja. En uh, dus nooit zoek hulp bij een psychiater, psycholoog. Ga praten met iemand professioneel als het echt niet meer gaat. Dat gaat er echt helpen. En. Ja, ik, ik weet, het kan soms zo zagerig overkomen. Maar het is eigenlijk de waarheid. Als je echt hulp zoekt, gaat je er rapper vanaf komen. En hopelijk hervalt je dan niet. En dat is eigenlijk is dat het ding dat je moet doen. Dus zoek hulp, je zet echt graag gezien. En denk niet van, oh, ik ben niet graag gezien. Ik, je zet echt wel graag gezien. Uh, echt... Echt, je het echt graag gezien en ja, zoals iedereen in de wereld wordt je graag gezien. Denk niet dat je echt zo denkt van, ja, het is, het is me allemaal te veel aan het worden, ik ga, ik, ga, ik ga een eind maken. Doe het niet. Dat is echt, als je een eind maakt, hè, dan, dan kwets je niet alleen u, maar ik kwets ook hele familie, alle vrienden. Dus doe het niet. Je bent echt graag gezien. Hele familie, hele, alle vrienden, die zien je graag. En ja, ik weet, het kan dingen zijn dat, dat je in deze video dit hoort. Maar echt, het is echt. Als je echt hulp nodig hebt, zoek het gewoon. Ik heb dat ook moeten doen. Ik heb ook hulp gezocht bij een psycholoog. En uh, ik ben. Dat, is, dat heeft me eigenlijk wel geholpen. Oké, okay, dat heeft wel een proces van meer dan 3-4 jaar geduurd, maar het heeft geholpen. En eigenlijk inzien ben ik niet meer ervallen. En daarom zoek hulp, dat gaat altijd het beste zijn als je in een depressie zit. Praat met mensen, zoek hulp. En ja, dat, dat is het enige wat ik kan, eigenlijk kan zeggen aan deze video. ...dat je echt hulp moet gaan zoeken, want... ...soms is het beter dat je hulp zoekt... ...want alleen kun je het echt niet aan. En... ...ja, het komt echt raar over, maar... ...hulp is altijd geapprecieerd. Als je echt vraagt om hulp... ...dat is altijd geprecieerd. Het is nooit hè. Bel gewoon naar de zelfmoordlijn. Als je echt... ...met gedachten zit, bel naartoe. En... ...die gaan je ook verder helpen. Letterlijk, elke persoon... Praat desnoods met uw dokter, met uw huisdokter over uw problemen. Die kan u ook helpen. En dit is eigenlijk het, mor het moraal van de video. In deze maand zijn er veel depressies en als je echt praat met mensen, dat gaat, gaat er echt goed doen door te praten met mensen. En ja, het kan zaagrijk overkomen, nog eens. Maar het is echt, het is echt gegarandeerd. Het praat gewoon met mensen. En ja, als je praat met mensen, dat komt altijd goed. De mensen waarderen het als je met hen praat over de problemen. Want sommige mensen die denken van, ja we gaan niet praten over ons problemen, want we storen hierbij. Je steurt totaal niet die mensen. Die mensen die luisteren graag naar je problemen en die willen u verder helpen. En ja, deze was eigenlijk de video. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam dat is dan altijd Dylan en ja dit was eigenlijk de video. Jiju.